Hoofdstuk 58 van David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 58 Afwezigheid. Het was een lange en sombere nacht die op mij neerdaalde en waarin de schimmen van menige hoop, menige dierbare herinnering, menige dwaling, menig nutteloos verdriet en berouw rondwaarden. Ik verliet Engeland, niet wetend, zelfs toen nog niet, hoe groot de schok was die ik te dragen had. Ik verliet allen die mij dierbaar waren en ging heen, gelovend dat ik het zwaarste gedragen had en het voorbij was, zoals iemand op een slagveld een dodelijke wond kan ontvangen en nauwelijks weet dat hij getroffen is. Zo had ik, toen ik met mijn ongelouterde hart alleen werd gelaten, geen begrip van de wond die ik meedroeg. Het besef daarvan drong maar langzaam tot mij door, beetje bij beetje. Het treurige gevoel waarmee ik vertrok, werd met ieder uur sterker en duidelijker. In het eerst was het een doffe gewaarwording van verlies en smart, waarin ik weinig anders kon onderscheiden. Met onmerkbare trappen werd het een hopeloos bewustzijn van alles wat ik verloren had. Liefde, vriendschap, belangstelling van alles wat verwoest was. Mijn eerste vertrouwen, mijn eerste liefde, het hele luchtkasteel van mijn leven, van al wat er overschoot, een dorre woestijn die ver uitgestrekt, onafgebroken om mij heen lag, tot aan de donkere gezichtseinder. Als mijn smart zelfzuchtig was, wist ik toch niet dat zij dit was. Ik treurde over mijn kindvrouwtje, zo jong uit haar bloeiende leven weggenomen. Ik treurde over hem die de liefde en bewondering van duizenden had kunnen winnen, zoals hij de mijne had gewonnen. Ik treurde over het gebroken hart dat in de stormende zee rust had gevonden en over de zwervende ballingen uit het eenvoudige huis waar ik als kind de nachtwind had horen waaien. Eindelijk had ik geen hoop meer van de overstelpende treurigheid waarin ik verzonken was, ooit weer ontslagen te worden. Ik zwierf van plaats tot plaats, overal mijn last met mij meedragend. Ik voelde nu zijn hele zwaarte, ik ging er onder gebukt, en ik zei in mijn hart dat hij nooit meer verlicht kon worden. Toen deze neerslachtigheid op haar ergst was, geloofde ik dat ik spoedig zou sterven. Soms dacht ik dat ik graag thuis zou willen sterven en keerde werkelijk onderweg om er spoedig te komen. Op een andere tijd reisde ik juist verder weg, van stad tot stad, zoekend, ik weet niet wat, en alsof ik iets, ik weet evenmin wat, probeerde achter te laten. Ik heb het vermogen niet al de akelige toestanden waarin de droefheid mijn gemoed bracht, één voor één te beschrijven. Er zijn sommige dromen die maar heel onduidelijk en onvolkomen beschreven kunnen worden, en wanneer ik mij dwing om op die tijd van mijn leven terug te kijken, schijn ik mij een dergelijke droom te herinneren. Ik zie mijzelf dan te midden van al het nieuwe, van vreemde steden, paleizen, kerken, tempels, schilderijen, kastelen, graftomben,
schilderachtige straten, de oude woonplaatsen van geschiedenis en verbeelding, als een dromer rondzwerven, overal mijn smartelijke last meedragend en mij ternauwernood van de dingen bewust wanneer zij alweer voor mijn ogen verdwenen. Onvatbaarheid voor alles behalve mijmerend verdriet was de nacht die op mijn nog ongelouterde hart neerdaalde. Laat mij daaruit, zoals ik, de hemel zij dank, eindelijk deed en uit de lange akelige droom van die nacht naar de dageraad opzien. Vele maanden lang bleef ik met die zich steeds verdonkerende wolk over mijn gemoed aan het reizen. Duistere redenen die ik had om niet terug te keren. Redenen die ik mij toen vergeefs probeerde duidelijk te maken, verlengden steeds mijn pelgrimstocht. Soms had ik rusteloos van plaats tot plaats gezworven, zonder mij ergens op te houden. Soms was ik lang op één plaats blijven dralen. Ik had nergens een doel, nergens iets dat mij opbeurde, ook niet in mijn binnenste. Ik was in Zwitserland, ik was over de grote passen van de Alpen uit Italië gekomen en sindsdien met een gids door de bergpaden blijven dwalen. Indien de plechtige eenzaamheid van die grootse natuur taferelen tot mijn hart had gesproken, wist ik dit toch niet. Ik had verhevenheid en verbazing in die ontzaggelijke hoogten en diepten, in de bruisende stromen en de woestijnen van ijs gevonden, maar tot nog toe hadden zij mij niets anders geleerd. Ik daalde op een avond voor zonsondergang in een vallei af, waar ik zou blijven rusten, terwijl ik het slingerende pad langs de berg afging en die lachende vallei in de verte zag. Geloof ik dat een lang, ontwend gevoel van schoonheid en kalmte een verzachtende invloed door het vreedzame van dit schouwspel opgewekt, flauw in mijn borst begon te herleven. Ik herinner mij dat ik een keer stil bleef staan met een soort smart die niet alleen maar drukkend, niet alleen maar wanhopig was. Ik herinner mij toen bijna gehoopt te hebben dat er een verandering ten goede in mijn binnenste nog mogelijk was. Ik kwam het dal in toen de avondzon de verwijderde sneeuwtoppen bescheen, die het alsof het eeuwige wolken waren insloten. Aan de voet waren de bergen die de enge diepte vormden waarin het dorpje lag. Fris, groen en hoog boven deze welige plantengroei verhieven zich bossen van donkere pijnbomen die als wiggen de van boven dreigende sneeuwvelden tegenhielden. Daarboven zag ik reeks op reeks van klippige steilten, grauwe rots, helder blinkend ijs en groene plekjes weiland zich langzamerhand in de alles bekronende sneeuw verliezend, als vlekjes op de berghellingen. Ieder vlekje een menselijke woning lagen eenzame houten hutten verspreid, door de reusachtige hoogte zo verkleind dat zij zelfs bijna te klein voor speelgoed schenen te zijn. Ditzelfde scheen ook het geval te zijn met het bijeengedrongen dorpje in de vallei, met zijn houten brug over de stroom, waar die stroom over gebroken rotsen stortte en dan tussen het geboomte verder bruiste. In de stille lucht hoorde men uit de verte gezang klinken, de stemmen van herders. Maar toen een enkele heldere avondwolk ter halver hoogte van de berghelling voorbijdreef, had ik bijna kunnen geloven dat het geluid van daar kwam
en geen aardse muziek was. Opeens, waar alles zo helder en vreedzaam was, sprak de grootse natuur tot mij en bewoog mij door haar troostende invloed mijn vermoeide hoofd op het gras neer te leggen en te schreien, zoals ik sedert Dora's sterven niet meer geschreid had. Ik had enkele minuten tevoren een pakje brieven gevonden die voor mij gekomen waren en was, terwijl mijn avondmaal gereed gemaakt werd, het dorp uitgewandeld om ze te lezen. Andere brieven hadden mij niet bereikt en ik had er in lang geen ontvangen. Ik had geen geestkracht genoeg gehad om sedert mijn vertrek van huis een brief te schrijven, behalve een paar regels om te berichten dat ik hier of daar goed was aangekomen. Ik had het pakje in mijn hand, opende het en zag het schrift van Agnes. Zij was gelukkig en nuttig bezig en het ging haar goed, zoals zij gehoopt had. Dit was alles wat zij mij over zichzelf schreef. Het overige betrof mij. Zij gaf mij geen raad. Zij hield mij geen plichten voor. Zij zei mij alleen op haar eigenaardige, hartelijke toon wat zij van mij verwachtte. Zij wist, zei zij, hoe een karakter als het mijne de droefenis tot iets heilzaams zou maken. Zij wist hoe beproevingen en emoties het verhevener en krachtiger zouden doen worden. Zij was ervan overtuigd dat al mijn bedoelingen door het leed dat ik had doorstaan een vastere en hogere richting zouden krijgen. Zij, die zich zo verheugd had in mijn roem en zo verlangend hoopte dat die nog zou toenemen, wist wel dat ik zou voortwerken. Zij wist dat in mijn hart, zoals in ieder hart dat groot en goed was, de smart geen zwakheid, maar een kracht moest worden. Zoals het leed van mijn jeugd had bijgedragen om mij te maken tot wat ik was, zo zouden grotere rampen mij kracht geven om nog beter te worden dan ik was. En zoals zij mij geleerd hadden, zou ik anderen leren. Zij sprak over God, die mijn onschuldige geliefde in zijn rust had opgenomen, en met haar zusterlijke liefde bleef zij altijd aan mij gehecht. Was zij altijd bij mij, waar ik ook heen ging, trots op wat ik gedaan had, maar nog oneindig trotser op wat er nog voor mij was weggelegd om te doen. Ik stak de brief in mijn borst en dacht aan wat ik een uur geleden geweest was, toen ik de stemmen hoorde wegsterven en de vreedzame avondwolk zag verflauwen en al de kleuren in de vallei verbleken en de gouden sneeuw op de bergtoppen met de blauwe nachthemel samensmelten, en toch voelde dat de nacht van mijn gemoed wegtrok en alle duisternis zich verhelderde, kon ik geen naam vinden voor de liefde die ik haar toedroeg, die mij van nu af aan nog dierbaarder was dan ooit tevoren. Ik las haar brief verscheidene malen over. Ik schreef haar voor ik ging slapen. Ik zei haar dat ik haar hulp heel erg nodig had gehad, dat ik zonder haar niet was waarvoor zij mij hield, maar dat zij mij moed schonk om dat te worden en dat ik het zou beproeven. Ik beproefde het. Over 3 maanden zou er sedert het begin van mijn verdriet een jaar verlopen zijn. Ik besloot voor het einde van de 3 maanden geen vaste plannen te vormen,
maar alleen mijn best te doen. Ik bleef die hele tijd in dat dal en in de omtrek daarvan. Toen die 3 maanden om waren, besloot ik nog wat langer van huis te blijven, mij voorlopig in Zwitserland te vestigen, dat mij door de herinnering aan die avond dierbaar werd, mijn pen weer op te nemen, te werken. Ik wendde mij nederig daarheen, waarop Agnes mij gewezen had. Ik zocht de natuur op, nooit te vergeefs, en ik opende mijn hart weer voor belangstelling in de mensheid, waarvoor ik het een tijd lang gesloten had. Het duurde niet lang, of ik had in het dal bijna evenveel vrienden als in Yarmouth, en toen ik het voor het begin van de winter verliet, om mij naar Genève te begeven en in de lente terugkwam, had hun groet in mijn oren een bekende en beminde klank, al hoorde ik ook geen Engelse woorden. Ik werkte vroeg en laat met geduld en ijver. Ik schreef een verhaal waarvan de strekking in verband stond met mijn ervaringen en zond het aan Traddles. Hij maakte een voor mij heel voordelige schikking met een uitgever en de berichten van mijn toenemende vermaardheid begonnen mij door reizigers die ik toevallig ontmoette te bereiken. Na wat rust en ontspanning ging ik weer met mijn oude ijver aan het uitwerken van een nieuw idee dat mij langzamerhand geheel vervulde. Naarmate ik met deze taak vorderde, nam het mij meer en meer in beslag en spande ik mijn uiterste krachten in om het goed te voltooien. Dit was de 3de schepping van mijn verbeelding. Het was nog niet half af toen ik in een tussenpoos van rust eraan dacht om naar huis terug te keren. Hoewel ik geduldig studeerde en werkte, had ik mij nu sedert lang aan forse lichaamsbeweging gewend. Mijn gezondheid, zeer verzwakt toen ik Engeland verliet, was geheel hersteld. Ik had veel gezien, ik had veel landen bezocht en, hoop ik, mijn schat van kennis vergroot. Ik heb nu alles aangetekend wat ik nodig acht hier over dit tijdperk van uitlandigheid aan te tekenen, met 1 uitzondering. Ik heb die tot dusverre gemaakt, zonder echter van plan te zijn iets van mijn gedachten achter te houden, want zoals ik elders gezegd heb, dit verhaal is mijn geschreven geheugen. Ik verlangde alleen het geheimste van mijn hart afzonderlijk en tot het laatst te bewaren. Ik ga er nu aan beginnen. Ik kan het raadsel van mijn eigen hart niet zo volkomen doorgronden om te weten wanneer ik begon te denken dat ik mijn vroegste en schoonste verwachtingen misschien wel op Agnes had mogen bouwen. Ik kan niet zeggen in welk tijdperk van mijn smart zij zich het eerst verenigde met de gedachte dat ik in mijn eigenzinnige jongensjaren de schat van haar liefde had weggeworpen. Ik geloof dat ik reeds een gefluister van die verwijderde gedachte kon vernomen hebben in dat oude ongelukkige verlies of gemis van iets dat ik nooit kon bekomen. Maar de gedachte kwam mij toch als een nieuw verwijt en verdriet voor de geest toen ik zo treurig en eenzaam in de wereld was achtergebleven. Indien ik in die tijd veel bij haar was geweest, zou ik dit in de zwakheid van mijn neerslachtigheid wel verraden hebben. Het was dit wat ik heimelijk vreesde toen ik mij in het eerst gedrongen voelde uit Engeland weg te blijven. Ik had het niet kunnen dragen
ook maar het kleinste deel van haar zusterlijke genegenheid te verliezen. En toch zou ik, door dit te verraden, een tot nu toe ongekende gedwongenheid tussen ons veroorzaakt hebben. Ik kon niet vergeten dat het gevoel waarmee zij mij nu beschouwde door mijn eigen vrije keus was ontstaan, dat, als zij mij ooit een andere liefde had toegedragen, en soms dacht ik dat er eens een tijd was geweest waarin zij dat misschien gedaan had, ik die liefde had weggeworpen. Het betekende nu niets meer dat ik toen wij beiden nog kinderen waren, mij gewend had aan haar te denken als aan iemand die ver buiten het bereik van mijn kinderlijke gedachten was. Ik had mijn hartstochtelijke tederheid aan een ander gewijd. Wat ik had kunnen doen, had ik niet gedaan. En wat Agnes voor mij was, hadden ik en haar eigen edele hart haar gemaakt. In het begin van de verandering, die er langzamerhand in mij plaats greep, toen ik trachtte mijzelf beter te leren begrijpen en een beter mens te worden, zag ik door een onbepaalde proeftijd heen naar een tijdperk uit, waarin ik mogelijk kon hopen de vergissing van het verleden teniet te doen en zo gelukkig te zijn met haar te trouwen. Maar toen de tijd verliep, begaf mij die flauwe hoop. Als zij mij ooit had lief gehad, moest ik haar des te heiliger achten, denkend aan het vertrouwen dat ik in haar gesteld had, aan haar kennis van mijn dwalend hart, aan het offer dat zij moest hebben gebracht om mijn vriendin en zuster te zijn, en aan de overwinning die zij behaald had. Als zij mij nooit had lief gehad, kon ik dan geloven dat zij mij nu zo zou liefhebben. Ik had altijd mijn zwakheid gevoeld bij haar standvastigheid vergeleken en voelde die nu meer en meer. Wat ik ook voor haar mocht geweest zijn, of zij voor mij, als ik lang geleden haar meer waardig was geweest, was ik dat nu niet meer. En zij was het niet voor mij. De tijd was voorbij. Ik had hem laten ontglippen en haar verloren, zoals ik verdiende. Dat ik in deze strijd veel leed. Dat hij mij met verdriet en berouw vervulde en dat ik toch gesteund werd door het bewustzijn dat rechtschapenheid en eer mij geboden mij met schaamte te verwijderen van de gedachte om mij nu in het verwelken van mijn verwachtingen tot het lieve meisje te wenden van wie ik mij lichtzinnig had afgewend toen die hoop nog fris en helder was. Wat de grond was van elke gedachte die ik jegens haar koesterde, is alles even waar. Ik trachtte het nu niet meer voor mijzelf te verbergen dat ik haar lief had, dat mijn hele ziel aan haar was gewijd, maar ik dwong mijzelf te berusten in de overtuiging dat het nu te laat was en de betrekking die zo lang tussen ons bestaan had, ongestoord moest blijven. Ik had veel en dikwijls nagedacht over wat mijn Dora mij had voorgehouden, over hetgeen er had kunnen gebeuren in die jaren die bestemd waren om ons niet meer op de proef te stellen. Ik had overwogen hoe de dingen die nooit gebeuren, dikwijls evenzeer werkelijkheden voor ons zijn, in hun gevolgen als de dingen die werkelijk hebben plaats gehad. Die jaren waarover zij gesproken had, waren nu werkelijkheden geworden, tot mijn loutering, en zouden dit ook eens geworden zijn,
wat later misschien, al waren wij in onze eerste dwaasheid gescheiden. Ik trachtte datgene wat tussen mij en Agnes had kunnen bestaan in een middel te veranderen om tot meer zelfverloochening en standvastigheid te geraken, om mijzelf en mijn dwalingen en gebreken beter te leren begrijpen. Zo kwam ik door de overweging van wat had kunnen zijn tot de overtuiging dat het nooit meer zo zijn kon. Dit waren de afwisselingen vol verwarring en tegenstrijdigheid in mijn gemoed tussen de tijd van mijn vertrek en mijn terugkomst. 3 jaar later. 3 jaren waren verlopen sedert het schip met de landverhuizers was uitgezeild, toen ik op hetzelfde uur bij het ondergaan van de zon en op dezelfde plaats op het dek van de pakketboot stond, die mij naar huis voerde en op de rood verlichte golven tuurde, waarin ik het beeld van dat schip weerspiegeld had gezien. 3 jaren lang, zo samengevat, hoewel kort terwijl zij verliepen, en mijn vaderland was mij dierbaar, en Agnes ook, maar zij was de mijne niet. Zij zou nooit de mijne worden, zij had het kunnen zijn, maar dat was voorbij. Einde van hoofdstuk 58.